U wilde me spreken, meneer Spielberg? Oh, Matt, daar ben je. Hey, klein slecht beetje nieuws, weet je wel. Je bent uit de film geknipt. Wat? Maar waarom dan? Tja, ik wil niet racistisch zijn of zo, maar je bent toch wel echt een Minecraft-personage. Oh, dat verklaart het. Ja, dan is het goed hoor. Hey, ken je mij nog? Ik ben de Mad Luigi, de ene YouTuber die elke keer na 3 gameplay video's 1 theorie maakt. Ook al heb ik de laatste tijd wel heel wat theorie video's achter elkaar gemaakt. Niet dat dat erg is of zo. Ik vind het maken van theorie video's leuk. En deze theorie van vandaag is door een van mijn kijkers gevraagd. Bedankt voor het aanraden van deze theorie. Ik ga maken, Luigi Marines. En even snel ter informatie, als jullie heel toevallig iets raars horen aan mijn stem, dan is dat omdat ik een heel klein beetje keelpijn heb. Maar dat houdt mij niet tegen om een video te maken, dus let's go! Hey, ken je heel toevallig dat ene spel genaamd Minecraft? Dat ene spel met die groene opblaasbare monstertjes? Nou, ik zeker niet! Sarcasme! Minecraft, het spel gemaakt door die gekke man genaamd Notch, is een van de meest verkochte spellen of meest verkochte indie games in de hele wereld. Het trekt dagelijks nog steeds miljoenen nieuwe spelers aan om het spel heel erg leuk te spelen. En dat terwijl het hele spel alleen maar bestaat uit blokken en best wel lage graphics. En dat is zeker niet erg, dat is juist heel erg bijzonder. Er zijn zoveel bedrijven die tegenwoordig hun spellen zo mooi willen maken met zulke hoge graphics, dat het echt heel erg bijzonder is dat een spel dat alleen maar uit blokken bestaat en best wel laag is qua graphics vergeleken met die spellen, het inderdaad best wel raar is en heel bijzonder dat dat ene Minecraft spelletje heel erg populair is en zelfs populairder dan de meeste spellen tegenwoordig. En nou is de vraag die mijn kijkers zich afvragen: zal er ooit een film komen van Minecraft? Nou, ik weet het antwoord. Jij nog niet. Maar dat ga ik je nu vertellen, kijker. Dus let maar op. Er zijn zoveel films die Hollywood heeft gemaakt gebaseerd op spellen die zo verschrikkelijk slecht zijn. Het is gewoon een hele makkelijke manier om de populariteit van een spel te gebruiken en daar een film van te maken, zodat ze snel geld kunnen verdienen. Want je weet het, de cash money is het allerbelangrijkste in het kapitalisme. En het grootste probleem met deze films is dat de makers van de games, normalieten, niet zelf meewerken aan het schrijven van het script. Maar nog steeds, dat maakt niks uit, want Hollywood gebruikt gewoon de populariteit van de spellen, doet niet eens heel veel moeite om een goede film te maken, poept gewoon een film uit, mensen zien het omdat ze fan zijn van het spel en daarmee verdienen ze geld, of het nou een goede film is of een slechte film. En hoe zit het met Minecraft? Nou, ik weet wel een paar redenen waarom ze hier juist geen film van zullen maken. Een reden bijvoorbeeld is dat Minecraft dat ene spel is wat geen verhaal heeft. Iedereen weet dat dit spel geen verhaal heeft. Het is jouw spel, jouw verhaal, jouw gameplay. Het enige wat je echt als een verhaal kan zien bij dit spel is dat je de Ender Dragon moet verslaan. Maar dat is het wel zo'n beetje. Voor de rest is er niks anders. En tenzij je een of andere MadPad figuur bent die alles van games weet en tot het diepste punt van het spel gaat zoeken naar een antwoord, verwacht ik niet dat jij er anders over denkt, kijker. En zo denkt de filmindustrie ook niet. Zij gaan echt niet diep in het spel kijken naar een echt verhaal om een film te maken. Nee, zij nemen gewoon dat ene wat iedereen weet. Het spel wat geen verhaal heeft. Het spel waar je moet overleven. En dat zouden ze in een film maken. Kom op, Matt. Er zijn zoveel films waarbij de personages moeten overleven in het wild. Gaan we dit echt elke theorie doen? Nee, deze grap wordt best wel oud nu. Ja, er zijn films waarbij het personage moet overleven in het wild. Maar bij die films wordt er ook altijd nog een of ander verhaal of een of andere doelstelling in de film geplaatst.
En weet je nog wat ik daarnet zei over dat Minecraft geen echt verhaal heeft? Zodra je iets van een verhaal gaat toevoegen aan iets wat geen verhaal hoort te hebben, en dat probeer je te vertalen naar een of andere film, dan krijg je een paar hele boze mensen op je dak. En ja, de filmindustrie zou in principe weer hetzelfde kunnen doen met die andere films en gewoon wat de fans zeggen negeren. Maar het enige probleem is dat we het hier over Minecraft hebben. Onderschat de kracht van Minecraft niet. Want het verschil tussen al die andere spellen en Minecraft is dat Minecraft heel erg populair is. Je kan het letterlijk overal vinden. Met een speleraantal wat per seconde blijft groeien. Deze drie aantallen die jullie nu zien, die had ik met een screenshot opgeslagen elke keer na 3 seconden. Of misschien wel na 1 seconde. Het groeit heel snel. Ik kan me voorstellen dat de filmindustrie daar zelfs een beetje bang van kan worden. Ja, oké, ze zouden er heel veel geld van kunnen verdienen. Ze zouden met zo'n groot spelenaantal heel veel geld kunnen verdienen aan 1 film. Maar als het een hele slechte film wordt, dan heb je wel een heleboel mensen boos op je dak zitten. En dan staat de filmmaker van de film opeens bekend als die gast die Minecraft film had verkloot. En dat betekent dat mensen minder snel de films van die maker zullen gaan kijken. En wat voor film zou het moeten worden? Een animatiefilm? Er zijn genoeg YouTubers die zelf Minecraft animaties maken. Ken je dat spel Minecraft Story Mode nog? Dat kreeg heel veel kritiek omdat het te veel leek op een Minecraft animatie van YouTube. En voor je het gaat zeggen, ja, Minecraft Story Mode heeft ook een story aan Minecraft toegevoegd. Maar bij dit spel maken jouw keuzes heel veel impact op het verhaal zelf. En daardoor voelt het nog steeds als jouw spel en jouw gameplay. Een film kan dat niet zomaar, maar ik dwaal af, zoals altijd. Als je een Minecraft animatiefilm zou maken, zouden mensen al heel gauw de link leggen tussen Disney en DreamWorks. En er zijn al heel veel mensen die het stereotype aan Minecraft plaatsen dat het een kinderspel is. En als je dan opeens een Disney film zou maken van Minecraft, dan wordt dat alleen maar sterker. Wat fans niet leuk zouden vinden, want er zijn genoeg oudere fans, zoals ik bijvoorbeeld, ik ben 17 en ik speel ook nog wel eens Minecraft, die daar niet mee eens zijn dat het spel gewoon ook voor alle leeftijden is en niet zomaar alleen voor kinderen. Er is natuurlijk niks mis met een kinderfilm of een kinderspel. Ik heb gewoon een let's play op mijn kanaal van de Lampen Fortuin. Check hem out! En een film met echte mensen maken, dat werkt niet, want Minecraft moet in een wereld van blokken bestaan. Als je dan opeens met echte acteurs en echte mensen en een echte omgeving een Minecraft film gaat maken, dan haal je dat hele concept, dat hele ding wat Minecraft bijzonder maakt, juist weg. Het is dus eigenlijk een beetje onmogelijk om een echte goede Minecraft film te maken. Maar weet je, de kans dat er een echte Minecraft film komt, die is heel erg klein, zoals ik net heb uitgelegd. Maar ik zie het de filmindustrie wel ergens doen. Het zal mij niks verbazen als de filmindustrie gewoon even lekker geld wil verdienen aan de populariteit van Minecraft. Dus, denk ik dat er een Minecraft film komt? Waarschijnlijk niet. Is het onmogelijk? Dat is het zeker niet. Dus, weten jullie nog iets waar ik een theorie over kan maken? Zet dat dan in de comments. En, vond je deze video leuk? Geef dan een like, abonneren zou ook wel leuk zijn. En laat ook in de comments achter wat je van deze theorie denkt. Dit was mijn video en ik zie jullie de volgende keer weer. Bye bye!